Melle, eigenlijk dacht ik dat wij elkaar weer naar zo'n wereldgoal konden gaan spreken vanavond. Doen we toch? Ja, maar met een leuke, in ieder geval met een leuke inval. Nee, ja, klopt. Uiteindelijk heb je er helemaal niks aan, dus ja, het is mooi dat je zo'n doelpunt maakt, maar uiteindelijk sta ik hier liever met 3 punten. Jullie begonnen eigenlijk best goed. Ja, klopt. Ik denk dat je eindelijk terecht op 2-0 voorkomt. Met, ja, eindelijk hadden we de controle, alleen dan krijg je in mijn perspectief een onnodige tegendoelpunt. En ja, de rode kaart kantelt de hele wedstrijd. Ja, want merk je dat dan ook in je elftal, dat die 1-2 bijvoorbeeld ook al wat doet? Die komen natuurlijk best wel snel. Ja, het is gewoon zonder dat je dan die 2-0 niet tot de rust kan uittrekken, zeg maar. Dat je ja, toch weer verder kan bouwen van die 2-0 na de rust. En je merkt gewoon dat de supporters erin gaan geloven dat ze weer iets kunnen halen. En dat is precies wat je niet nodig hebt als je net 2-0 hebt gemaakt. En ik denk uiteindelijk is die rode kaart, ja, daarna is het uiteindelijk gewoon tegenhouden de hele wedstrijd. Merk je dan ook echt dat je dan na die rode kaart ook echt de grip kwijt bent? Of? Ja, je weet wel dat Heracles de bal de hele tijd gaat hebben. Alleen het is dan aan ons, ook met Tiemann moet je zorgen dat ze ja, niet er doorheen komen. En dat deden we niet goed genoeg uiteindelijk. Want ja, ze kregen te veel kansen, ook met Tiemann kan je eigenlijk de boel gewoon dicht houden en dat hebben we niet gedaan. Had je het idee dat je met 11 man wel het in ieder geval een punt over de streep had kunnen trekken? Ja, dat weet je natuurlijk, maar je hebt veel grotere kans. Ik denk als je de wedstrijd ziet 11 tegen 11, dan zijn wij gewoon beter. En ja, je weet het natuurlijk nooit, maar ik denk dat je dan wel meer kans had om die wedstrijd nog te winnen. In de slotfase kom je dan nog een aantal keer dichtbij. Heb je dan, ondanks dat je met 10 man speelt, nog wel een beetje idee van goh, het zou nog wel kunnen als die kansen gaan komen? Hij viel gewoon echt net niet goed natuurlijk. Nee, klopt. Je weet als het 3-2 blijft, dat is dat Heracles toch ook een beetje, ja, ook een beetje ja, zenuwachtig worden, want ze weten dat ze niet hebben afgemaakt met 4-2. En wij dan geloven er ook ja, het tegenovergestelde van, wij kunnen erin geloven. En nee, ze zegt, hij valt net niet goed. En ja, dat is dat, dan net weer jammer dat we niet, ja, we zitten in die hoek waar het niet valt voor ons. Alleen, ja, heel teleurstellend dat we hier eigenlijk zonder punten staan. Voor jou was het misschien aan de ene kant ook wel weer fijn dat je weer een keer op het veld kon staan na die blessure die je hebt gehad. Ja, zeker. Ik heb eigenlijk 2 weken vrij weinig gedaan. Mag ook natuurlijk niet. Maar ik merkte wel dat ik helemaal pijpleeg was op het einde. Want ik heb natuurlijk zeg, niet zoveel gedaan de afgelopen weken. Dus nee, het was wel lekker. Maar ja, net als ik zei, ik sta hier liever met 3 punten. En wat je dan zegt van, ik heb niet zoveel gedaan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Moet je dan echt een week lang gordijnen dicht op bed liggen? Of nee, hoe gaat zoiets? Ja, voor mij was het meer de inspanning die mij ja, pakte, zal ik maar zeggen. Ja, ik reageerde gewoon heel slecht op inspanning in het begin. Ik had weinig koppijn en weinig, ja, ik kon wel gewoon tegen licht. Alleen toen ik ging trainen of cognitief meedoen, ja, dan merk je toch als je thuis bent dat je heel, heel moe wordt en sloom. Ja, je merkt toch dat er niet iets goed zit. En, ik had het geprobeerd tegen Go Ahead, maar ik merkte gewoon dat het ja, eigenlijk veel te vroeg nog was. Er komen er volgende week en de week erop weer 2 belangrijke aan. Hoe ga je daar met deze wetenschap naartoe? Ja, ik denk hetzelfde als hoe we vandaag zijn gekomen. Ik denk, net als jij zei, we zijn goed begonnen. En als je dat uiteindelijk kan vasthouden voor het grote deel van de wedstrijd, dan kan je, ja, dan maak je heel goed kans om punten te pakken. Dus volgende week eerst voor Rotterdam en dan ook al bezig met Excelsior dan of niet? Nee, totaal niet. Nee, het is echt de volgende wedstrijd. Ja, moet je winnen. Zo simpel is het.